In wedstrijd 2 op zondag stond VBC Warem en Lindemans Aals tegenover elkaar. Lindemans sloot de reguliere competitie af als leider. En ook het team van De Vogel wil zo snel als mogelijk komaf maken. Ze gaan goed van start, pakken de eerste set met 17-25. In set 2 hebben de bezoekers het moeilijker en zien ze na een 18-16 de thuisploeg terug helemaal in de wedstrijd komen. Het staat 21-21. Nog net op tijd kan Aalst ook de tweede set binnenhalen, 23-25, al was dat niet meteen op een overtuigende manier. Je voelt ons al aankomen, want de thuisploeg heeft nu zijn kans wel geroken en gaat er vol tegenaan in de derde set. Gesteund door het publiek, het wordt 1-2. In de vierde set krijgen we dan leuke rallies. Of wat dacht u van de 2-3? Hier schakelen de bezoekers ook een versnelling hoger en zo halen ze de eerste in een best of three binnen. 1-3 met een 16-25. En zo kunnen ze op de komende speeldag het in eigen huis afmaken. Veel domme fouten gemaakt, maar goed. Het belangrijkste is die overwinning om in die play-offs te geraken. Dus we hebben gedaan wat we moesten doen en dat is gewonnen hebben. Ouais, je pense qu'on a réussi à prendre notre chance. Après, on perd le deuxième 25-23 alors qu'on mène. Bon, si on gagne cette là, je pense que ça change totalement le match. Et, ouais, le quatrième, c'est 17 pour nous aussi. Et on se prend encore une série. Et voilà, ça coince sur la fin. C'est dommage parce que je pense que la pression était chez Aalst. Et on avait une chance à saisir, mais voilà, il manquait un petit truc, comme souvent cette saison. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Il y a encore deux matchs après. Ik denk dat onze start heel goed was. Ik denk dat zij veel opslagfouten maakten. Nadien was het moeilijker bij ons. Hun opslag begon beter te draaien en wij kregen problemen. En, ook de derde set maakten we iets te veel fouten. We hadden eigenlijk de tweede set al een verwittiging gekregen, want die hadden we eigenlijk al kunnen verliezen. Dus ik denk dat het ook hun verdienste was als ze dan 1-2 terugkomen. Het siert wel de ploeg dat we in de vierde set, na een moeilijke start, er toch kunnen uitvechten of terugvechten. Dus dat is positief over het niveau van de wedstrijd, ons spelniveau. Ben ik niet tevreden, dat was veel te wisselvallig. Ik ben super ontgoocheld, omdat ik was zeker dat wij vandaag alles konden kloppen. Wij beginnen super zwak met de opslagen, dus geen opslagdruk of alle ballen naar positie 6, super gemakkelijk. Was dat gewoon in het spel van alles springen. En daar hadden wij geen antwoord op. En vanaf set 2 zijn we begonnen beter te kunnen serveren. En, ik denk dat we hebben voor de rest van de match alles kunnen moeilijk maken, maar juist niet genoeg. Ik vind wel dat op het einde van de tweede set de arbiter beslist de set, omdat op 23-23 er is een heel lichte toetsfout en iedereen van alles roept, dus hij fluit voor. En oké, we verliezen de 14e keer met 2 punten verschil van het jaar. Dan winnen wij duidelijk de derde set en we spelen nog een groot deel van de vierde mee. Tot wanneer, we geloofden niet meer in, denk ik. En we maakten een paar fouten die niet nodig waren. Maar ik denk dat we kunnen ontgoocheld zijn van de wedstrijd. Ja.